Hey hallo, wat leuk dat je er weer bent voor een nieuw filmpje. Ik ben Simone van Stamp by Simone. Welkom op mijn YouTube kanaal en bij dit filmpje. Ik ben nu nog aan het twijfelen. Ik ga twee filmpjes opnemen. Eentje voor de Facebook-hop en eentje voor de video-hop. Ik heb hier naast mij heb ik twee projectjes liggen. En ik ben eigenlijk nog aan het twijfelen welke ik voor welke ga kiezen. Want één projectje is namelijk voor de verjaardag van mijn vroegere buurmeisje. Tegenwoordig ook een stepping-up demonstratrice. Ook in ons team. Dus die doet ook mee aan de hop en aan aan allebei de hops. Aan de Facebook-hop en aan de video-hop. Dus ik vind het dan eigenlijk niet zo leuk. Want ze is jarig volgende week. Gezien zeg maar vanaf vandaag dat ik dit filmpje opneem. Het is vandaag 7 januari. Donderdag 7 januari. Nee, donderdag 6 januari, sorry. En het is begin volgende week jarig, dus ik wil vandaag het kaartje op de bus doen. Maar goed, het filmpje voor Facebook-hop, die komt nu zaterdag uit. Dus dan is het, ik zie nu, het is nu 6, 7, 8 januari. Ik twijfel een beetje. Als ik hem vandaag op de bus doe, dan heeft ze hem waarschijnlijk al wel. Want ik vind het andere project wat ik heb, dat is net een wat groter project. En dat vind ik eigenlijk meer voor een video-hop. Dus ik heb nu ik met jullie zo of tegen jullie aan het kletsen ben, heb ik besloten dat ik het verjaardagskaartje nu met jullie ga maken. Ik heb geen voorbeelden, we gaan knutselen en het wordt eigenlijk een soort van verrassing wat dit gaat worden. Ik heb het al een keer eerder gemaakt. Ik heb een beetje, ik wilde een trifold kaart, een beetje in die richting wilde ik graag. Ja, ik wilde wat, wat luxere kaart dan gewoon een standaard 14,5, 10,5 dubbele kaart voor Jenny. En dus dat gaat dit kaartje worden. En ik ga jullie gewoon meenemen in het proces om dit kaartje te maken. Ik heb een basis van Granny Apple Green. En daarbij heb ik het nieuwe designpapier uit de Celebration catalogus gekozen. Dat is prachtig papier. Ik heb er al het een en ander uitgehaald. Als het goed is zit er van elk vel nog minimaal eentje in. Oh ja, het zit ook precies van elk vel zit er eentje in. Want met het projectje wat we volgende week gaan knutselen met de videohop gebruik ik ook dit papier. En zoals ik al zei, ik was even aan het twijfelen, maar dit projectje is dus onderdeel van de Facebook-hop van het Lovely Stampers Team. Dus als je hier onderaan in de linkjes kijkt, dan staat daar de link naar mijn Facebook-pagina. Als je nog mee wil hoppen, dan kan dat. Dat zou ik wel de dag doen dat dit filmpje online komt. Want op Facebook blijven dingen niet zo lang bovenaan staan. Dus als je dat wil, dan zou ik zeggen, ga naar Facebook en ga lekker een rondje hoppen. Want naast dat ik dit projectje voor jullie heb, hebben mijn collega's ook prachtige projectjes. Nou, we gaan beginnen met de kaart. Ik heb een basis gesneden, zoals ik al zei, in Granny Apple Green. Op 28,6 × 14 cm. En ik heb hem gerild met de lange zijde boven in de trimmer op 5, 15 en 25,6 cm. Die plakken we aan de kant. En dan beginnen we met, even zien hoor, ik heb aan de linkerkant voor mij heb ik die 5 cm rillijn, dan de 15, dan de 25,6. En dan beginnen we met de middelste. Die gaan we gewoon eventjes dubbel vouwen. En dat vouw je zeg maar zo dubbel dat die 5 cm rillijn bovenop zit en naar rechts wijst. Even zien, ik ga even op zoek naar mijn vouwbeen. Die heb ik hier. Dan gaan we deze vouw even verstevigen. Zo. Nou, en dan is dit die 5 cm rillijn. Die flappen we dan zo weer terug. Ook even verstevigen. Ik doe dat het liefst als er geen kaartkarton onder zit. Kun je net even wat meer kracht zetten om een mooie strakke vouw te krijgen. Als die dat wil. Zo. Nou, en dan is die zo. En dan flappen we deze. Die flappen we hier nog weer overheen. Nou, en dan haal ik dit ook eventjes uit de weg. Om hier ook een mooie strakke vouw van te maken. Kijk, deze komt hier dan zo onder. Nou, dit is een soort van
tri-step, trifold. Ik heb geen flauw idee hoe dit heet. Ik vond hem gewoon leuk. Ik heb hem al een keer eerder gemaakt. Al best wel lang geleden. Ik denk al wel 2 katalogie geleden. En ja, ik wilde, zoals ik al zei, voor Jenny net iets specialers. Dus nou ja, dat gaat dit worden. Even zien, wat heb ik verder nog aan dingetjes? Laten we hier eens mee beginnen. Ik heb een belly band. Ik zal dit eventjes in beeld plakken. Ik heb een belly band. Die heb ik ook op 28,6 centimeter gesneden en dan op 2,5 centimeter. Daar heb ik verder nog niks aan gerild of zo. Die gaan we straks gewoon mooi om de kaart heen vouwen, buigen. Dan heb ik 2 stukjes kaartkarton in het wit, basic white. De grootste is afgesneden op 10,1 keer 13,5. En dan een iets kleinere op 9,4 keer 13,5. Nou, die komen aan de binnenkant van de kaart. De grootste die komt aan de rechterkant, hier zo. Dat is het grootste vlak wat over is. En dan hier zo komt deze van 9,4. Nou, ik ga dit even aan de kant leggen. Ik ga zo meteen alles in één keer even opplakken. Dan kan ik dat doorspoelen. Dan hebben jullie een leuk muziekje erbij. En ja, dan hoeven jullie niet zo lang te wachten op mijn geplak. Dat vind ik zelf ook altijd. Ja, weet je, ik kan natuurlijk best die tijd vol lullen. Maar ja, ik vind het altijd fijn als dat gewoon een beetje snel gaat. Dus, wat hebben we dan nog meer? Dan hebben we het een en ander aan designpapier. Ik zal die basis even aan de kant leggen. We hebben 3 verschillende afmetingen designpapier. Om te beginnen met de grootste. Die heb ik 1 keer afgesneden op 9,4 keer 13,5. En deze is 1 keer, omdat aan de achterkant zit dan dat stukje witte kaartkarton. Dus dat is die. Dan hebben we 2 stukjes van 4,5 keer 13,5. Dat zijn deze, de iets grotere. En dan hebben we nog 2 kleine stukjes. Die zijn afgesneden op 2,4 keer 13,5. Dus nou, dat is voor het designpapier. En dan zal ik dit nu eerst maar eens eventjes gaan opplakken. Nou ja, je kan even kijken. Ik heb er nu voor gekozen om ja, alles hetzelfde te doen. Dus dan heb ik deze, die komt dan hier zo. En ik ben er nog over na aan denken of ik deze vast ga plakken. Ik denk het niet, want dan valt dit hele patroontje weg. Dus ik denk, kijk, deze kan zowel aan deze kant als aan de andere kant. En nou ja, je ziet wat voor verschil dat eigenlijk maakt qua uiterlijk. Zoals bijvoorbeeld als je deze hier zou doen, dan wordt je oog, ja, naar mijn idee meer hier naartoe getrokken. En doe je deze kant boven, dan trekken de streepjes, zeg maar, de aandacht. En helemaal omdat ik dan ook deze heb, dan wordt het allemaal een beetje zo hetzelfde. Dus ik vind het denk ik mooier om hier zo de groene te doen. Geeft net iets meer rust, omdat de basis dan ook groen is. Dus zo ga ik dat nu zo opplakken. En ja, deze, dan wordt het weer zo'n rommeltje. Dan wordt het weer zo'n, ja, maar goed. Ik ga dit allemaal even opplakken en dan ben ik zo meteen bij jullie terug. Ben ik weer. Zoals jullie hebben gezien, heb ik toch aan de binnenkant deze andersom opgeplakt met het roze. Want nou ja, ik vind dat als je hem dan nu hier open doet, geeft het toch wel weer wat meer kleur aan de binnenkant. Dus dat vond ik mooi. Maar ja, als ik hem hier ook op die manier op zou plakken, dan werd het naar mijn idee een beetje te druk. Dus vandaar toch een last minute change aan de binnenkant. Ja, maar goed. Wat hebben we nog meer? We hebben een belly band. Laat ik die ook gelijk maar even doen. Ik vind het zelf het mooist om de sluiting of om hem aan de voorkant vast te plakken. Want daar plak ik toch altijd iets overheen. Dus
ik leg de bellyband zeg maar hier een beetje recht met het gridpapier. Dan leg ik de kaart. Die leg ik ook recht neer. En dan vouw ik gewoon eventjes zo één kant een beetje om. En ik vouw de andere kant vouw ik iets voorzichtiger om. Die doe ik, deze heb ik best wel strak gedaan. Dit is ook de platste kant, want hier zit verder niks. En hier heb je die, ja, die laagjes van deze flapjes. Dus hier, doe ik hem, hier druk ik hem iets minder strak aan. Want je bellyband moet wel kunnen schuiven. Ja, dan is het even kijken waar wil je je decoratie hebben. Ik heb een 2¼ inch cirkel geponst in het basic black. En daarvoor bovenop een 2 inch met Granny Apple Green. Nou, dan kan die dus aan deze kant, de belly of de sluiting. Hij kan ook aan de andere kant. Ik dacht eigenlijk met dat ik hem aan deze kant had. Ik dacht, nou, dat vind ik echt mooi. Maar nu ik hem aan deze kant heb, denk ik, dit is ook mooi. Hij kan ook nog in het midden. Nee, ik ben wel altijd van een kant kiezen. Dus of links of rechts. Ja, ik vind hem denk ik aan deze kant het mooist. Dus ik ga deze aan deze kant dus vastplakken. Daarvoor pak ik weer eventjes mijn Tombow. En dan doe ik een klein beetje lijm hier zo aan het uiteinde. En ik doe lijm hier aan het uiteinde. Kijk, en dan overlapt elkaar dat. Dus dan plak je hem altijd goed vast. Nou, en dan is het voorzichtig. Dus niet te strak. De bellyband er omheen vouwen. Zorgen dat dit nergens overlapt. Nou, en dan is het even goed aandrukken. Hier overlapt hij nog iets. Nou, kijk, en dan schuift die bellyband, die schuift mooi heen en weer. En dan kunnen deze op elkaar. Zo. En nou ja, zoals jullie weten, ik ben fan van Dimensionals. Dus dan pak ik... Oh, nou, mijn velletje is leeg. Ik heb alleen nog de randjes. Die gebruik ik ook altijd. En die knip ik dan gewoon zo. Knip ik die los. Ja, weet je, het spulletje is hetzelfde. Dus waarom zou je het niet gebruiken? Het is ook vaak wel mooi voor als je bijvoorbeeld wat grotere dingen opplakt. Voor in hoekjes. Is het allemaal perfect. Nou, kijk. Ik kan ietsjes meer naar die kant. Kan er ook nog één. Weten we zeker dat het goed vast zit. Kijk. En ik zeg niks meer aan doen. Dan heb ik ook wat tekstjes gestempeld. Met de Biggest Wish stempelset. De Happy Birthday. Nou, deze moet ik nog uitknippen. Maar ik heb al wel het een en ander uitgeknipt. Kijk, ik heb namelijk hier een Happy. Even zien hoor. Een goede Happy. Ik heb een solid happy, een grote happy met een niet zo solid birthday. En ik heb hem andersom. Ik heb ook deze. Nou, dan ga ik nu even kijken wat ik denk dat deze het mooist past op deze kaart. Happy birthday. Ja, hier ben ik best fan van. Nou, het is Happy Birthday. Beetje recht. Ja, dit vind ik super leuk. En als je het andersom zou doen, nou ja, dan heb je dus deze. Ja, die is gelijk weer zo grof. Happy Birthday. Het zou ook kunnen. Want dit is ook best wel een beetje een bold kaart. Best wel een beetje, ja. Die zou ook nog. En dan hier zo. Happy birthday. Ja, ik vond die andere leuker. Dus die andere die ga ik opplakken. Doe ik ook weer met Dimensionals. Oh, daar gaan mijn briefjes. Dat is niet erg.
Ik weet niet hoe ver ik ga overlappen, dus ik plak deze iets meer in het midden. Stel dat ik ergens een randje over het cirkeltje heen laat steken, ja, dan is dat niet zo erg. Even, ik ga hem even voor me pakken, want hij moet natuurlijk wel recht. Even kijken op camera of ik dat recht vind. Ja. Nou, en dan deze. Ja, en dan is het hierbij. Hij komt er een beetje overheen. En hij komt ook niet helemaal hier zo op de bellyband. Dus daar moet je wel mee opletten. Want als ik hier zo de onderkant van de Y vast ga plakken, dan zit hij vast op mijn kaart. Dus dat je dat in ieder geval niet doet. Even zien, ik denk dat dit wel gaat passen. Ik knip nu even wat kleinere stukjes. Nou, want ik weet in ieder geval dat dit stuk en dit stuk... Nou, deze is ook nog best wel groot eigenlijk. Zo, ik weet dat die wel hierop vast komen te zitten. De bovenkant van de B die komt op de Happy. Dus daar doe ik een dotje lijm. Dat ik ook zeker weet dat die goed vast zit. En dan doe ik hier zo ook nog een dimensional. Nou, en dan zou die zo redelijk moeten plakken. En dan kan onder de Y, dat is een heel klein dingetje. En dan gebruik ik dus hier van dit streepje, daar knip ik twee stukjes, ja, dimensional zeg maar. En die plak ik op elkaar. Omdat je daar ook al de hoogte hebt van de cirkel die met dimensionals is opgeplakt, heb je daar wat meer hoogte nodig. Nou, kijk, dan heb ik nu dus, ja, het is heel minuscuul, maar dus twee laagjes dimensional hier op elkaar geplakt. En die ga ik nu bovenaan de Y hier zo vastplakken. Zodat hij, ja, hij zit op de bellyband. Nou, happy birthday. Eigenlijk is dit dan ook gelijk onze kaart. De bellyband die kan er af. En dan kan deze kan open en dan kan de kaart zo open. Nou ja, je hebt hier zeeën van ruimte om wat in te schrijven. Vooral als je mensen veel te wensen hebt, is dat natuurlijk handig. Of als je mensen veel te vertellen hebt. Je zou nog ervoor kunnen kiezen, bij dit designpapier zit ook een stempelset. De Friendly Hello. Gratis te bestellen uit de Celebration catalogus bij een bestelling van €120. Krijg je de stempelset en het designpapier. Andersom, designpapier en de stempelset. Ja, nou, het zijn best wel leuke afbeeldingjes. Dus die zou je bijvoorbeeld nog toe kunnen voegen hier op je basic white kaartkarton. Om de boel een beetje op te leuken. Maar dat is helemaal aan jezelf. Ga ik voor nu ook niet doen. Want ik wil nog een filmpje opnemen. Namelijk die van volgende week. Voor de, hoe heet die? Voor de videohop van het Lovely Stampers Team. Dus voor nu, was dit het. Dit is mijn kaartje. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vinden jullie hem leuk, geef maar alsjeblieft een duimpje omhoog. En ik wens je nog heel veel hopplezier met de Facebookhop als je daar nog naartoe gaat. En ik wens je natuurlijk ook een heel fijn weekend. En ik hoop tot de volgende keer. Fijne dag. Doei doei.